Dat is makkelijk te googlen hoor, dat soort interviews met McLuhan, dus die kun je wel vinden. Waar hij het over had was tribal with it. En hij zegt, televisie heeft tot gevolg dat de mens weer tribal wordt. Het is bij McLuhan lastig om te zien of hij daar ook een waardeoordeel aan koppelt. Ja, bij sommige auteurs is het klip en klaar dat als ze het hebben over bepaalde termen, dat ze daar ook een waardeoordeel aan hebben, aan hechten. McLuhan staat wat dat betreft meer in de traditie van iemand als Nietzsche, die wel beschrijft, maar niet zozeer een waardeoordeel heeft. Alhoewel je dat er wel altijd in kunt voelen. Ja, als Nietzsche het heeft over de Übermensch, dan zegt hij beslist niet dat iedereen Übermensch moet worden. Nietzsche heeft trouwens ook niet de term Untermensch. Maar hij zegt wel dat maar hij noemt het wel Übermensch. Hè? En door het zo te noemen, dan krijg je toch wel de neiging om te denken, nou, het is ook bij tribal man speelt dat ook. Is dat nou een pejoratief? Is dat nu een woord dat een negatieve lading heeft? Of is dat gewoon een beschrijving voor een type mens dat veel meer aandacht heeft voor de groep dan voor zijn individu? Dat is het belangrijke. Wat McLuhan zegt, is wat televisie teweeg brengt, is dat mensen veel meer opgaan in wat de groep doet, wat de wereld doet, dan dat ze zelf een individu proberen te zijn. Ja, mensen zijn, hè, als je mensen spreekt bij het koffiezetapparaat in de fabriek, dan gaat dat makkelijker over The Voice, want die heeft iedereen gezien. En waarom draaiden Nick en Simon nou wel om? Dan dat het gaat over de vragen van zelfverwerkelijking en vragen van individualiteit. En dat gebeurt met With It. Vandaar dat hij ook in het interview zegt, bam, 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 say the drums. Hè? En iedereen over de hele wereld weet hoe het is. Ja, en wat is dan het mooie van dat medium? Het mooie van dat medium is dat televisie wordt het kanaal waarmee wij ons aan elkaar koppelen. Net zoals een sterrenkijker maakt dat je Mars goed kunt zien, zorgt televisie ervoor dat wij daar allemaal naar kijken en als het ware tot een stam verworden en ook alleen nog maar kunnen spreken over zaken die we op televisie hebben gezien. Er is dus nu een hele groep mensen in Nederland voor wie het leven bepaald wordt door Boer Zoekt Vrouw en nergens anders door. Dat zijn dus tribal women. Ja? En die praten met elkaar over Boer Zoekt Vrouw. Wat een opmerkelijk verschijnsel is, hè? Dat had je alleen maar in die tribal periode. En dat is dat with it. Het meemaken. Hij zegt ook, book is no longer king, but book is subject. Daar bedoelt hij mee. Op zijn allerplaats gezegd, mensen lezen niet meer. Wat bedoelt hij hiermee? Kijk, Oprah Winfrey met haar boekclub, dat gaat niet over boeken. Nee, boeken zijn een onderwerp voor Oprah. Oprah heeft die boekclub, zwaar gesponsord natuurlijk door uitgevers en dergelijke. En wat dat voor zorgt is dat mensen boeken kopen. En die boeken zijn het onderwerp. Maar let op, de boeken, hè? Niet wat erin staat. Dat doet helemaal niet toe. Ik zou wel eens onderzocht willen zien hoeveel procent van de mensen die boeken ook leest die ze kopen, de aanleiding van Oprah's boekclub. Want dat is natuurlijk, dat gaat helemaal niet gebeuren. De boek wordt hier dus tot het object dat gemanipuleerd wordt door, behandeld wordt door Oprah. En het boek, het gaat hier niet meer om het boek, het gaat hier om Oprah die van bepaalde boeken zegt dat ze gelezen moeten worden. De vraag waarom je dat boek leest is dan niet
omdat het me interessant lijkt, of omdat de materie me aanspreekt, omdat ik de schrijver goed vind, omdat de stijl interessant is, omdat ik wat van kan leren. Nee, de vraag waarom je het boek leest, is dan, ja, dat werd behandeld in Open het Boekclub. Ja, en datzelfde gebeurt heel vaak met boeken, dat mensen niet meer het over het boek hebben, maar zeggen, ja, ik heb de film namelijk gezien. Ja, dan is de boek No Longer King. Wat zat je? En McLuhan zegt, dat gebeurt door televisie. Ja, dat heeft dus niets te maken. Je kunt dit verschijnsel dus niet verklaren door te zeggen, ja, menselijke cognitie. En, nee, dit verschijnsel kun je alleen maar verklaren door te kijken naar media. Door te kijken in wat voor mediale omgeving die menselijke cognitie tot stand komt. Media change our concepts. Media change our concepts. People began to think differently. Zegt hij over de introductie van het boek. Het voorbeeld daarbij is romantische liefde. Vorig jaar ook al eens behandeld. Wel een belangrijk punt trouwens. Romantische liefde kan alleen maar bestaan in een cultuur met boeken. Ja, van nature zijn wij niet geneigd tot romantische liefde. Maak die fout niet. Dat we er nu allemaal naar hunkeren, heeft te maken met het feit dat we heel veel films zien en boeken lezen. Maar romantische liefde is niet iets wat met de natuur er is gekomen. Ja, de fout is natuurlijk dat jullie naar Love Actually van Hugh Grant kijken en dan denken van, oh nou weet je, ik ga zitten wachten op een man die met kerst alle deuren bij mij in de deur langs gaat tot hij mij heeft gevonden. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar je gaat er wel naar hunkeren. En dit is het opvallende. Die hunkering ontstaat wel. Daar is ook een mooi boek ooit over geschreven door Norbert Elias, Het Civilisatieproces. Waarin hij op fantastische wijze beschrijft hoe ons gevoel voor walging veranderd is in de loop der tijden. En de grootste oorzaak dat ons gevoel voor walging is veranderd, heeft te maken met de komst van etikettenboeken. Wij zijn namelijk gaan lezen wat vies is. En dat gaan wij ook beleven op die manier. Ja, in etikettenboeken Uit de 14e, 15e eeuw staan zaken als je moet ontlasten, doe dat dan in de hoek van de kamer. Nou, dan weet je dus één ding. Als je het in een etikettenboek schrijft, waren er ook mensen die het niet deden. Ja? Nou, kunnen wij nog zitten aan een tafel waar mensen gewoon zitten te poepen? Nou, ik geloof van niemand hier. En toch verschillen wij genetisch en hersentechnisch niets van de mensen die dit schreven. Hoe komt dat? Dat komt omdat onze mediale wereld inmiddels anders is. En dat leidt er dus zelfs toe dat onze gevoelens veranderen. Waarom hunkeren wij zo naar romantische liefde? Ja, dat komt omdat wij sprookjes voorgelezen krijgen. En omdat wij naar films kijken. Waarin uiteindelijk altijd een romantische liefde ontstaat. Kijk, en het is niet zo dat het oneindig is. En je kunt niet maar alles. Niet iedere vorm kun je aan mensen koppelen. Nee, onze hersenen hebben wat dat betreft ook grenzen. Onze cognitie heeft grenzen. Maar hieraan zie je wel. Maak nooit de fout te denken dat mensen in de middeleeuwen hetzelfde dachten over liefde als wij dat doen. Maak nooit de fout te denken dat mensen uit een cultuur waarin wordt uitgehuwelijkd, over uithuwelijken hetzelfde voelen als wij erover voelen. Want wat wij voelen over uithuwelijken heeft alles te maken met de literaire traditie waarin we zitten. En de filmtraditie waarin we zitten. Uithuwelijk is natuurlijk een briljant systeem. Want ouders weten echt veel beter wat een goede partner voor je is dan jijzelf. En we gaan allemaal denken, nou, dat valt me mee. Maar ouders weten, nee, echt, weten ze echt beter. Ja, we leven nu in een cultuur waarin jullie een hele tijd mogen aanrotzooien en van allerlei ziektes oplopen. En dan gaan wij zeggen, nou, kies die maar. Dit is het gevolg, dat is eigenlijk de schuld van Hugh Grant, wil ik maar zeggen. Nee, dat wil ik niet zeggen, maar ik hoop dat jullie begrijpen hoe ik dat bedoel. Snel naar het volgende. Media change concept. Ja? Lessing en Plato
Het denken van Lessing wordt voor een groot deel bepaald door het feit dat hij via de boekdrukkunst gekoppeld is aan het medium boek. Ja, Plato had nooit dat geschreven wat Lessing schreef, omdat in die tijd van Plato die boekdrukkunst niet was uitgevonden. Lessing schreef het wel. En dit is precies wat McLuhan bedoelt. Dat Lessing gaat schrijven in een periode waarin het boek explodeert, in populariteit is geen toeval. Namelijk die alom tegenwoordigheid van boeken maakt dat de cognitie van Lessing en van anderen aan het veranderen is. Dat kun je niet verklaren door te zeggen, nou, Lessing dacht er op een heel andere manier over na dan anderen. Ja, misschien kun je dat wel zo zeggen, maar dan moet je onmiddellijk bij zeggen. En Lessing kon die gedachte hebben, omdat hij zich kon koppelen aan de technologie van het boek. Want wat is een boek? Een boek is een object dat zich prima verhoudt tot ons cognitieve apparaat. Ja, een boek kun je lekker in je handen houden, kun je doorheen bladeren, die letters kun je door je heen laten vloeien, et cetera. Dus dat loopt als een trein. Fantastisch. Dat Plato gaat nadenken over de eeuwige onveranderlijke werkelijkheid, dat heeft ook alles te maken met de mediale verandering, et cetera. Grappig is bijvoorbeeld, dat gaat ver. Maar in China is die gedachte van die eeuwige onveranderlijke werkelijkheid is nooit opgekomen. Waarom niet? Nou, dat kan wel eens te maken hebben met de schrift. Het klassieke Taoïsme heeft dat bijvoorbeeld niet. Nou is het klassieke Taoïsme is er veel meer orale traditie dan die van Plato. En dat kan daar dus mee samenhangen. En dit is wat McLuhan zegt. Media veranderen concept. Media veranderen hoe we over de wereld nadenken. Of het nu romantische liefde is, over tafelgewoontes, of over wat waarheid is. Dat is dus van media afhankelijk. People began to think differently. Kijk, zegt McLuhan, op het moment dat het medium schrift ontstaat, gaat er iets wonderlijks gebeuren met menselijke hersenen. Wij gaan namelijk boeken lezen. Nou, dat is op zich niet zo erg. Sterker nog, hier stimuleren we dat. Maar wat er gaat gebeuren is... Wat is een boek? In een boek staat alle informatie keurig, lineair, achter elkaar. En wat je ziet, nadat mensen begonnen te schrijven, was dat mensen begonnen te denken dat informatie dus op die manier georganiseerd moet zijn. Informatie moet je keurig achter elkaar kunnen zetten. Ja, en als ik jullie bepaalde kennis wil geven, wat moet ik dan doen? Dan moet ik die kennis helemaal opsplitsen in de onderdelen. En die keurig achter elkaar zetten. In een programma van 14 weken. En dan begin ik in week 1 met de eerste kennismodule, tweede kennismodule. En dan aan het eind heb ik een student die goed functioneert. Ja, dat is de idiotie van competenties. Als je ooit ergens komt en daar staat competentie centraal, heel hard weglopen. Competenties is namelijk niks. Competenties is iets waar we aan denken doordat we kunnen schrijven. En doordat we denken dat informatie achter elkaar te zetten. Het hele idee van de lopende band, en dit is wat McLuhan letterlijk zegt. Het hele idee van de lopende band, zegt McLuhan, dat we dat überhaupt kunnen denken, hebben we te danken aan het feit dat we de schrift hebben. Want wat is de lopende band? Dat is eigenlijk een productieproces helemaal uitgeschreven. En daarna uitgevoerd, achter elkaar. Alsof je een televisie schrijft. McLuhan heeft een aardig boekje geschreven. Dat vind ik nog steeds zijn grappigste werk. The medium is the message. De massage. Dit is expres, hè, deze A. En wat hij hiermee... Dit is precies wat hij bedoelt. Hij zegt, het medium masseert je denken. Het medium masseert je denken.
medium vormt, kneedt je denken. Een inventory of effects. Ja, dus een inventaris van de effecten van medium. Dan moet je voor. Nou, neem het volgende vraagstuk. Je wil een boek schrijven over de effecten van het schrijven van boeken. Geschreven boeken. Hoe doe je dat? Nou, één mogelijkheid is om een keurig boek te schrijven. Nee, dat begint bij A. Schrijf, Z. En dat proces leidt ertoe dat je lezers aan het eind een nieuwe competentie hebben, namelijk. Ze snappen waarom de medium de massa is. Ja. Dat is wat je zou doen als je een boek zou schrijven. McLuhan doet iets anders. McLuhan maakt een boek dat geen boek is, om je het idee te geven wat het is om een boek te zijn. Ja? Dus hij doet het tegenovergestelde. Hij maakt een boek waarvan je als lezer schrikt. Prachtig. Want dit wil hij. McLuhan wil met dit boek laten zien. Ja, als het een Franse filosoof was geweest, had hij erop gezet, dit is geen boek. Weet je wel, zoiets. Ceci n'est pas un livre. Of zoiets had hij erop gezet. Of iets wat toch niemand begrijpt, omdat niemand Franse filosofen begrijpt. Maar wat hij doet, is dit soort pagina's maken. In dit boek is geen verhaal van A tot Z. Waarom niet? Omdat McLuhan je wil laten zien. Je bent zo gewend aan verhalen van A tot Z. Daar geloof je ook zo in. Dat je denkt dat het briljant is, een verhaal van A tot Z. Maar hij zegt dat moet je niet doen. In the name of progress, our official culture is striving to force the new media to do the work of the old. Nieuwe media worden altijd gedwongen om het werk van oude media over te nemen. Althans door de gevestigde orde. Dat zie je ook in onze maatschappij. Hè? Wat doen gemeentes? Gemeentes die zeggen dan, we gaan iets aan internet doen. En wat ze dan gaan doen is foldertjes scannen en op internet zetten. Ja, dan laat je dus de nieuwe media doen wat de oude ook al deed. Ja, en dat is waardeloos. Maar gelukkig zijn er altijd mensen die rebel zijn en totaal andere dingen gaan maken. En wat hij met dit boek laat zien, en wat hij met dit boek duidelijk wil maken, is onderschat niet het effect van lezen. Kijk, het gaat niet eens om wat in boeken staat. Hè? Het gaat niet om wat in boeken staat. Het gaat erom dat het lezen van boeken een lineair proces is dat een bepaalde structuur aan je denken geeft. En wat je dan gaat doen op het moment dat je in zo'n proces zit, is dat je die structuur ook op andere plekken wilt zien. Dat wij over studenten gaan nadenken als wezens die je in een traject kunt stoppen van A tot Z. En als je er maar steeds een moduletje bij plaatst, ja, dan hebben we aan het eind een afgestudeerde master of bachelor. Ja, hoe noemen we die modules? Die noemen we competenties. Ja, het is te debiel voor woorden. Het is ook gewoon, het klopt ook niet als je dat gaat onderzoeken. Maar we doen het wel. En waarom vindt iedereen het overtuigend? Omdat we allemaal lezen. Dit is wat McLuhan zegt. En daarom ook dit boek. En daarom klopt dit boek ook voor geen meter. Dit is een bladzijde. Dit is een serieuze bladzijde. Dit is een serieuze bladzijde. Dit is niet. En je voelt al, ja, maar is dit nou een boek? Wat is dit? Zelfs dit woord, hè? En eigenlijk op dit moment, de bedoeling hiervan is dat je ook gaat nadenken, ja, waar ben ik normaal mee bezig als ik een boek lees? Ja, wat ben ik aan het doen? En waarom ben ik zo gefrustreerd dat ik niet eens weet hoe ik hiermee moet omgaan? Dat is de volgende bladzijde. Environments are invisible. Their round rules and pervasive structure and overall patterns elude easy perception. Dit is belangrijk. Dit is het belangrijkste bladzijde in het boek. Ja, ik vond het veel werk om voor jullie te kopiëren. Omgevingen zijn onzichtbaar. Wat hij daarmee bedoelt is dat je niet doorhebt
hoe de omgeving waarin jij zit je denken structureert. Er zijn namelijk mensen op deze wereld die denken dat alles geschreven tekst is. Ja, die hebben het over de grammatica van afbeelding. Een bizarre term is natuurlijk. Over de grammatica van gezichtsuitdrukking. Of Maar de omgeving waarin men zit is voor onszelf onzichtbaar. We hebben niet door wat voor basisregels daarin zitten. En hoe die ons denken structureert. En het feit dat we in mediale omgevingen zitten maakt dat deze studie ook de belangrijkste ter wereld is. Want je moet die mediale omgeving kennen om kritisch te kunnen staan ten opzichte van je denken. Elude easy perception. Onttrekken zich aan al te gemakkelijke, al te eenvoudige waarneming. Wellicht had je tot voor kort nog nooit nagedacht over het feit dat het toch wel heel raar is dat in een boek alles keurig achter elkaar staat. Misschien had je tot voor kort nooit nagedacht over het feit dat het toch wel heel raar is dat vanaf de basisschool al je doodgegooid wordt met planning. En hoe je je leerproces keurig achter elkaar moet structureren. En waarom je tot nu toe nog nooit gelukt is om je daar aan te houden. Want dat is natuurlijk iets heel raars. Dat mensen tenminste 12 jaar al tegen jullie roepen. Je moet vooruit werken en keurig je in stukken hakken en iedere week iets doen. En dan aan het eind kun je. En jullie doen alles nog op het laatste moment. Dat is iets heel raars, maar dat we dat denken dat dat kan, dat komt door het boek. Dat zegt McLuhan niet, hoor, dat zegt. Nou ja, de McLuhan zegt in het algemeen, ik pas het even toe op studieprogramma's. Ja, en hier, we impose the form of the old on the content of the new. The melody lingers on. Nou ja, dat illustreert hij dan aan de hand van deze. Waar het om gaat, is dat we het liefst vasthouden aan oude structuren. Qua vorm en inhoud. Dit schrijft McLuhan. Ik zal nu iets nauwkeuriger naar teksten kijken. McLuhan schrijft, scholars today are acutely aware of the discrepancy between their ways of treating subjects and the subject itself. Hij zegt dus, scholars, geleerden, zijn vandaag de dag zich er zeer van bewust dat er een discrepantie zit, een afwijking zit, tussen de manier waarop zij onderwerpen behandelen en het onderwerp zelf. Wat gaat hij hier zeggen? Hij gaat zeggen, als je over een onderwerp schrijft, doe je een onderwerp vaak tekort. Als je een onderwerp probeert te verengen, te vernauwen tot een lineair traject, dan doe je dat onderwerp vaak tekort. Scriptural scholars, dus schriftgeleerden van het Oude en Nieuwe Testament, zeggen vaak dat terwijl hun behandeling lineair moet zijn, het onderwerp het niet is. Dat is natuurlijk, als het gaat om hoe moet je studeren, is dat ook het grote probleem. Ik kan net wel tegen jullie zeggen alsof je keurig lineair kunt studeren, maar dat is niet waar. Want zo werkt het opnemen en het denken van niet. The subject treats of the relations between God and man and between God and the world. And of the relations between man and his neighbor. All these subsist together and act and react upon one another at the same time. Dus het onderwerp kun je niet lineair behandelen. Dat is een ingevlochten geheel. En wat wij doen door te schrijven is alle objecten, alle onderwerpen behandelen alsof ze keurig lineair uit te spellen zijn. Kan dat? Nee. Doen we dat? Ja. Waarom? Dat is ons medium. Gaan hele volkstammen dan ook denken dat dat inderdaad zo kan? Ja. Waarom? Omdat volkstammen, zoals wij, niet anders kunnen dan ons denken laten structureren door die media.
Ik lees nergens, ik lees nergens dat McLuhan zomaar vindt dat het slecht is. Het enige wat ik net in dat boek meen aan te treffen, is dat McLuhan vindt dat je nieuwe media niet zomaar in de vorm van oude moet proberen te dwingen. Nergens, maar hier staat ook niet dat die schrift slecht is. Hier staat alleen maar dat dat is wat er gebeurt. Het is dus een neutrale opmerking. Als je er niet bewust van bent dat dat gebeurt, dan kun je wel eens de fout maken te denken dat dat zo is. Stel je schrijft je in op een datingsite en je krijgt 70 vragen om vast te stellen wie je bent. En dan word je gekoppeld aan andere mensen die daarbij passen. Dat idee, alleen qua structuur, hebben we vanwege het feit dat we schrijven. Waar komt het debiele idee dat je iemand kunt vangen in 70 vragen vandaan? Sorry? Soort stemwijzer. Soort stemwijzer, ja. Ook zoiets. Ook zoiets. Maar goed, als je wilt, laat je vangen in 70 vragen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat kan. McLuhan maakt een onderscheid tussen hot en cool media. Nou, wat is het leuke van het onderscheid? Het leuke van het onderscheid is dat het niet precies duidelijk is waar dat onderscheid nu in zit. En ik kan ook vandaag niets anders doen dan dit onderscheid gewoon bespreken. Dat zal ik dan ook niet lineair doen. Althans, dat probeer ik, dat red ik niet. Want ik moet van A naar Z in zo'n college als dit. McLuhan zegt, die foto zit op de achtergrond hier, maar McLuhan zegt ook, en ik probeer dat iets te doen, dat een onderwerp bespreken of een college reeks behandelen is in cirkels lopen en de hele tijd wat hoger proberen te gaan. En het is niet A beginnen en denken dat als je A besproken hebt, dat je studenten dan wel weten wat A is en dan naar B gaan. En als je dat besproken hebt, dat ze wel weten wat B is en dan naar C gaan, et cetera. Maar het is even A, B, C, D, E, F, G rondlopen en dan weer één etage hoger, één etage hoger, één etage hoger, één etage hoger. Zo schrijft McLuhan dus ook. Dat maakt zijn schrijfstijl soms lastig. Maar ook wel mooi. En hij schrijft zo'n zaak waarvan je denkt, wat bedoelt hij nu weer? En het aardige is dat McLuhan zegt, de medium is de message. En hij is wel zo intelligent dat hij beseft dat het ook voor zijn eigen werk geldt. En dat zag je aan het boekje net. Dus niet iemand denkt, de medium is de message, dat geldt voor iedereen behalve voor mij. Want ik kan een boek schrijven waarin juist de content de message is. Nee. Hij snapt ook heel goed dat als hij zegt, de medium is de message, dan geldt het ook voor het werk dat hij aan het schrijven is. Dus hij schrijft ook op een manier waarbij de medium de message moet zijn. Nou, hij maakt onderscheid tussen hot en cool. Hot is radio, film. Cool is telefoon, televisie. Onder andere. Maar je voelt al aankomen dat iemand als McLuhan dit niet zomaar in een vacuüm kan zeggen. Als McLuhan zijn eigen denken serieus neemt en zegt dat de medium de message is en dat cognitie afhankelijk is van de media waaraan we gekoppeld zijn, dan zal hij ook moeten zeggen dat wat hot en cool is ook wel afhankelijk is van de mediale omgeving waarin een en ander zich afspeelt. En dat kun je dus nooit maar zeggen van zomaar een medium dat het ten alle tijde hot zal zijn of ten alle tijde cool. En dit maakt het ook weer gelijk lastig wat McLuhan zegt. En leuk. Wat zegt hij over hot media? Ik heb wat citaten gepakt. Hij zegt, a hot medium is one that extends one single sense in high definition. Let op het extends. High definition is the state of being well filled with data. Dus hij zegt, een hot medium pakt een zintuig, breidt dat zintuig uit met high definition. Veel data. Ja, het voorbeeld dat hij geeft is dat een foto hot is en een cartoon cold. Waarom? Omdat in een foto krijg je veel meer data binnen dan in een cartoon.
Hot media do not leave so much to be filled in or completed by the audience. Ook een belangrijk. Ja, bij een hot medium hoef je zelf niet zoveel toe te voegen om het te begrijpen. Om to make sense of it. Om het begrijpelijk te maken. Dat is hot media are low in participation. Hot media vragen niet om heel veel participatie. Ja, meedoenelijkheid. Nee, wat is het? Participatie. Meedoenerigheid. Nou, dit klinkt allemaal natuurlijk fantastisch. Tot je naar zijn voorbeelden gaat kijken. Hij zegt, a cool medium like the hieroglyphic or ideogrammic written characters has very different effects from the hot and explosive medium of the phonetic alphabet. Er zijn een paar dingen belangrijk in wat McLuhan zegt. Let op dat hij hier zegt effects. Kijk, in principe kun je in hiërogliefen natuurlijk dezelfde boodschap verpakken als in het fonetische alfabet. Dat is geen punt. Maar McLuhan zegt, media hebben naast een boodschap ook nog een effect. En het effect van het fonetisch alfabet is hot. En dan kun je afvragen, waarom dan? Waarom is het effect dan zo hot? Wat doet dat fonetisch alfabet dan? En dat is de grote truc geweest. Hè? Ik weet niet behandeld toen bij Griekenland. Maar de grote truc is ook geweest dat ze de klinkers tussen zijn gaan voegen. En op het moment dat je de klinkers tussen voegt, dan komt dat schrijven heel dicht bij het spreken te liggen. En dan wordt het hot. Kijk, één ding wat je kunt zeggen van dat coole medium is in ieder geval dat dit heel langzaam gaat. Ja, als je een boodschap in steen moet bijtelen, tak, 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 hè, in die tijd, nou, dan heeft het nauwelijks invloed op je denken. Want voordat je die boodschap terug kan lezen, ben je 3 dagen verder. Op het moment dat jij kunt schrijven, kun je heel snel teruglezen wat je denkt. En dat heeft dus een gevolg op je denken. Dat is trouwens iets waar we studenten soms aan moeten laten wennen, dat ze wat ze schrijven ook eens teruglezen. Maar je zult vast wel eens, ik weet niet of jullie hoeveel jullie schrijven, maar dat je in bed ligt en dat je denkt, oh, ik ga nou zoiets echt fantastisch schrijven. En dan ga je zitten en dan begin je te schrijven en dan merk je dat op het moment dat je gaat schrijven verandert dat hele proces. Ja, dan is het lang niet zo goed als dat je gewild had, gedacht had en dan merk je dat wat je gedacht had ook eigenlijk nergens meer op sloeg. Ja, dat is dus het effect van het medium. Dat kun je hebben op het moment dat je moet schrijven. Ja, en kun je zelfs hebben als je in midden in de nacht denkt, oh, ik heb nou een dichtregel. Als ik daar dat gedicht omheen maak, nou, in 1 klap beroemd. En mag ik woensdag bij de Wereld Draait Door mijn regels oplezen. En je schrijft hem op 's nachts en je leest dus morgens na en je denkt, dit slaat helemaal nergens op. En dat kan dus, dit is dus het effect van het medium. Dit betekent dat de schrift ook ons denken structureert. Het is niet alleen maar... En dat doet een hot medium like schrift, maar dat doet niet, als je het in steen moet bijtelen, dat proces is te lang. Hoe weet McLuhan dat het proces te lang zou moeten bijtelen? Ja, dat is een, nou ja, daar ben ik wel met hem eens. Ik kan me niet voorstellen dat dit snel gaat namelijk. Nee, ja, oké, maar ik bedoel meer, hoe weet hij zeg maar dat het effect niet hetzelfde is als je in de hieroglyf iets schrijft? Dan kan je het op een gegeven moment ook teruglezen en dan zal je... Ja. Ja, maar waar hij gelijk in heeft is dat het proces veel langzamer is en dus ook wat je bijtelt van een heel andere orde zal zijn. Kijk, probeer maar eens, ik heb wel eens dat ik een alinea wil schrijven en dan schrijf ik het en dan streep ik het weer door en dan begin ik weer opnieuw en ik zit te schetsen, eigenlijk is het schetsen totdat het goed is. Nou, dat kun je met steen bijten, kun je dat niet doen. Wellicht
een beetje een hieroglyphen schrijft. Het is een heel ander type, taal. Ja, het kan zijn dat wat hier, kijk, wat hier staat, kun je eigenlijk maar op één manier oplezen. Althans, het kan zijn dat wat hier staat, dat te weinig kennis, dat je dit wel op 100 verschillende manieren op kan lezen. En dat het ook afhankelijk is van, en dat dit veel meer een schets is voor wat er staat, dan, alhoewel sommigen ook zeggen dat de tekens hiervan echt fonetisch zijn al, in die latere hieroglyphen. Hij zegt erover, dit is het vervolg van het citaat, the alphabet, when pushed to a high degree of abstract visual intensity, became typography. Meen ik. Bij het intreden zou ik best een hokje in dit doen. Ja. Ja, meen ik. Ja. Dus, als jouw punt is, je kunt alleen maar dit soort vergelijkingen maken en nooit iets in abstracto zetten, dan zou mijn kloen applaudisseren. Ik zou zeggen, ja, dat is nou precies wat ik wil zeggen. Ja, want in abstracto bestaat dat niet, want dan ga je weer doen of onze cognitie in abstracto bestaat. En daarvoor iets hot en cool zou kunnen zijn. En dat is niet het geval. Nee, klopt. The alphabet when pushed to a high degree of abstract visual intensity became typography. The printed word with its specialist intensity burst the bonds of medieval corporate guilds and monasteries, creating extreme individualist patterns of enterprise and monopoly. En wat hij hier zegt, is dat op het moment dat schrift komt, en je maakt die schrift steeds abstracter, krijg je op een gegeven moment typografie. Ja, en typografie is letters. Letterkunde, de drukletters. En die drukletters, die zorgen er uiteindelijk voor dat de middeleeuwse kennisstructuur gaat verdwijnen. En het heeft alles te maken met het feit dat op het moment dat er meer gedrukt wordt, gaan mensen ook meer lezen. Ja, dus dat proces vindt nog steeds plaats. Ja, ik weet niet hoe dit jullie vergaan is, maar ik ben van een generatie ouders die, en dat zijn jullie niet, maar jullie hadden mijn kinderen kunnen zijn, wou ik maar even zeggen. En wij hebben jullie geleerd om televisie te kijken. Dit is waarom vroeger even Disney-banden gekocht en zo. En allemaal, en hebben erin gestopt. En hebben jullie erachter gezet? En kijk, hoe zo leuk dit. Ja? En aan jullie gevraagd, wat wil je zien? Nou, jullie willen 100 keer dezelfde band zien. Dat is heel goed voor je mediaontwikkeling. Dus weer die band van Disney erin. En zo zijn jullie. Dus we hebben jullie ook getraind om naar het medium te kijken. Zo zijn jullie aan je 10.000 uur gekomen. Die je nu ongeveer tv hebt gekeken. En wat McLuhan zegt is, die 10.000 uur, die het is niet geen rare gedachtevoering, Willem, die structureren in de manier waarop je denkt. En jullie denken dus over heel veel zaken op een filmische manier. En wat er gebeurt op het moment dat die boeken te komen en mensen gaan lezen, dan zie je ook, als mensen boeken gaan lezen, dan ben je voor je kennis, bijvoorbeeld, niet afhankelijk van de leermeester. En dan krijg je dus dat mensen zich als individuen gaan gedragen. Ja, dit soort processen kan alleen maar ontstaan in een boekencultuur. En hij zegt, dat verandert dan weer op het moment dat bedrijfsstructuren veranderen. Let op dat hij hier in deze alinea van allerlei zaken door elkaar heen behandelt. In één alinea. Dus van hieroglyphen naar het fonetische alfabet, naar de middeleeuwen, naar de hedendaagse bedrijfsstructuur. Waarbij hij ook zegt, de manier waarop bedrijven gestructureerd zijn, bepaalt ook hoe jullie over jezelf denken.
The hotting up of the medium of writing to repeatable print intensity led to nationalism and religious wars of the 16th century. Omdat je kon printen, omdat de drukpers werd uitgevonden. Een van de dingen die als eerste gebeurde was het maken van spotprint. En dat zie je hier ook. We hebben het al eerder over gehad. En wat je ziet hier is inderdaad, hier zijn de katholieken. Die staan hier omheen. En hier heb je dan een keurige protestant. En zij gaan kijken of hij net zo zwaar weegt als de Bijbel. Ja, prachtig. En wat er gebeurt als je dit kunt drukken, dan kun je dit heel snel verspreiden. En dan kun je jouw boodschap heel snel bij heel veel mensen krijgen. Zonder de drukpers was de reformatie uitgesloten geweest. Hij zegt, stone is een time binder. Vraagt te veel tijd. Als je het gebruikt voor schrijven, dan is het erg cool. Terwijl papier is heet. That serves to unify spaces horizontally. Both in political and entertainment and empires. En wat hij zegt is, papier zorgt ervoor dat een maatschappij die in eerste instantie gebonden is rond wat in steen staat, gebeiteld, uiteenvalt in allemaal lagen die allemaal hun eigen papier hebben. En dat kan omdat het een ander medium is. En omdat het papier veel meer voorradig is. En dus voor kan zorgen dat mensen zich gaan groeperen binnen een maatschappij. Terwijl het beeld hier is van Mozes met de stenen tafelen. Die stenen tafel, dat was in steen gebeiteld en dat bond het hele volk Israël aaneen. En wat doet papier? Papier zorgt ervoor dat iedereen voor zichzelf van alles op kan schrijven. En dat je krijgt dat er een gelaagdheid ontstaat in de maatschappij. Van lagen die naast elkaar worden. Gemedieerd door papier. Nou, dit is het denken van McLuhan. En dit is prachtig. En het is jammer dat de eerste alweer het pand verlaten. Wat zeg je? Hier een groep mensen waarvoor het tanken helemaal gestructureerd is door de NS. Ja. Snel er vandoor voordat ik nog meer voorbeelden ga noemen. Ja, ja, dit is gemeen. Hier in dit is het laatste wat ik zal laten, de laatste slide die ik zal laten zien. The principle that the hot form excludes and the cool one includes. En dat is eigenlijk het belangrijkste bij zijn onderscheid tussen hot en cool. Hij zegt, cool includes, hot excludes. Hete media sluiten uit. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat media, hete media in eerste instantie het individu aan zich binden. Ja, hot excludes, divides, cool includes, binds. Dat kun je terugkoppelen naar Plato en Socrates. Ja, Socrates was cool. Staat hier, hè? Dit is gewoon eens McLuhan, hè, dit. Waarom? Omdat hij sprak. En daardoor betrok hij anderen in zijn gesprek. Plato was hot. Omdat hij schreef. Maar schreven sluit ook uit. Schrijven sluit ook uit. Deze is ook grappig. McLuhan zegt, de wals is hot. Ja, en de twist is cool. Nou, waarom? Omdat de wals is een repetitieve, zichzelf herhalende dans. En die doe je of die doe je niet. En als je hier wilt dansen, moet je precies voegen naar het regime van het dansen. Dat begrijpt bij Plato ook al zo. Als je Plato wilt accepteren, moet je geloven wat Plato schrijft. Bij Socrates kun je altijd nog de discussie aangaan. Altijd nog een eigen vorm eraan geven. Omdat hij spreekt. De wals moet je voegen naar een repetitief regime. En dat doe je mee of niet. En je bent erin of je bent eruit. De twist,
Dan kun je eigen figuren, kandidaat, het is heel slecht wat ik nu sta te doen, maar dan kun je eigen figuren verzinnen. Waardoor er nog ruimte is, waardoor er nog een dialoog is tussen jou en de muziek. Vandaar dat die cool is. De stenen. Dit is een wonderlijk stukje wat hij schrijft. Lees dit maar eens na. Over waarom de stalen bijl hot is en de stenen bijl cool. En wat je zult zien is dat het er hem om gaat dat die hotte bijl zorgt voor een uiteenvallen van die maatschappij waarin hij wordt geïntroduceerd. Iemand brengt stalen bijlen, roestvrij stalen bijlen, in een maatschappij waar stenen werktuigen het meest gebruikt worden. Waar het McLuhan om gaat, is dat die stalen bijl die samenleving uiteen doet vallen. Dat is het belangrijkste. En dan zie je dat het hot en cool voor hem een lading heeft die ook wisselend is.